Leuk dat jullie kijken naar mijn video. Vandaag ga ik iets super leuks doen. Tenminste, ik vind het echt altijd heel erg leuk om te doen. Ik ga namelijk mijn beauty stash opruimen, maar niet die van mijn make-up. Dat heb ik in mijn weekvlog gedaan. Ben jij daar benieuwd naar? Dan staat die al online. Dus dan zal ik hem hierboven even linken. Ik ga mijn lippenstift uitzoeken. Mijn plank met allemaal beauty producten. Deo, shampoos, al dat soort ongein, rituals dingen. En mijn sieraden. Dus die drie dingen ga ik vandaag uitzoeken. Schoonmaken, opruimen. Het is gewoon echt even weer nodig en ik heb er zoveel zin in. Ben jij benieuwd? Blijf deze video vooral dan even kijken. Doe alvast een duimpje omhoog. En dan gaan we beginnen. Beginnen is deze letterbak. Hier heb ik eigenlijk allemaal productsoorten in. En deze plank staat ook helemaal vol met beautyproducten. Laat ik hiermee beginnen en alles haal ik eruit. En daarna zet ik het weer terug wat ik wel wil houden en wat niet. Dus laten we beginnen. Hij gaat er altijd helemaal scheef aan hangen. Zo, nou is hij leeg en dan ga ik even met een doekje doorheen en daarna hou ik alles van die plank bovenaf. Want dan pas weet ik wat ik hierin wil doen. Want ik weet het nog niet zo goed. Oké, laten we naar de bovenste plank gaan. Nou, en ook hier ga ik even alles vanaf halen. Oh my god, het is echt mega veel. Oké, ik schuif alles even iets meer hierheen. Oh my god, dit is niet normaal. Had ik ook een opruimvideo en toen zeiden je dat jullie wat meer dingen willen zien in plaats van dat het versneld gaat. Dus nou, dat gaan we doen. Laat ik beginnen met alles in groepjes sorteren. Dus shampoo, parfum, body lotions en dat soort dingen. Oké, daar ga ik mee beginnen en dat doe ik wel versneld. Ik heb hier zo alle geuren en deo's. Dus dat is dit zo. Dan heb ik hier een beetje buiten beeld de zonnebrand. Hier douche gel, shower gel, hoe je het ook wil noemen. Hier heb ik body lotions, body scrub en babyolie. En hier haarproducten. Dus dat is dat. Nou ga ik even naar kijken wat ik wel gebruik en niet. Sowieso gebruik ik alle shower gels, want dat gaat altijd wel op. En van die haarproducten haal ik ook alles, want dat gebruik ik ook gewoon allemaal. Dan gaan we verder kijken. Babyolie die haal ik weg, want heel vaak na het scheren kun je hiermee lekker jezelf insmeren en ben je zo zacht als een baby. Maar ik gebruik niet. Dus die gaat weg. Verder hou ik hier dan nog twee body lotions. Eentje van de Ethos. Oh my god, dit is echt heel erg. Goed, eentje van de Ethos. En eentje heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Deze hou ik allebei, want ik gebruik altijd body lotions. En de body scrub hou ik, dat is fijn voor de zomer. Deze van Rituals. En deze body butter van Rituals, die hou ik ook. Dat is mijn favoriet. Oh, trouwens, ik moet niet vergeten die dingen uit mijn letterbak. Wat we er net uit hebben gehad, dat hoort er ook nog bij. Oké, Rituals body lotion, die hou ik sowieso. Ik heb hier een scrub van Rituals. Deze hou ik ook. Ik heb hier massageolie ooit gekregen. Nou, deze doe ik weg, want dat gebruik ik niet. En Odorex, dat is super chill, maar dat heeft niet echt hier iets mee te maken, dus die moet apart. Dan heb ik nog twee body lotions. Deze gebruik ik eigenlijk niet, zijn van die minis, maar die ga ik in mijn reisbakje doen. Dan heb ik nog een van de Body Shop, een body butter. Die hou ik sowieso, dus die gaat ook bij de body. En Rituals body cream hou ik ook, want ik vind dat echt heerlijk. Ik kan daar echt geen afstand van doen hoor, want dat gaat altijd wel op. Dan heb ik nog een van de Rituals, een body lotion, die hou ik ook. En ik heb nog een nagelslak ding remover, dus die moet bij de nagellak. Dan heb ik nog als laatst deze kokosnoot body butter. En deze vind ik heel erg lekker voor in de zomer of in de lente. Dan gaan we verder naar de parfum. Ik heb namelijk op mijn beauty stash parfum staan op mijn make-up vanity. En dat zijn de luxe parfum. En die draag ik eigenlijk altijd. Deze draag ik bijna nooit. Of die passen daar niet meer op. Dus vandaar. Oké, ik heb hier sowieso twee deo's. Ik ga even kijken. Deze deo hou ik sowieso. Dit is de Olympia deo. Deze hou ik ook van Fa. Mijn favoriet. Deze van Fa ook. En deze ook.
Deo's gaan altijd, zijn altijd goed. Deze Dove die geef ik aan mijn zus ofzo, want deze vind ik niet lekker ruiken. En deze vind ik ook allebei niet lekker ruiken. Maar ja, deo, dat heb ik toch wel nodig soms in het leven. Dus ik hou het wel. Want als ik nou echt, deze is voor bijna op als voorraadje. Dan heb ik nog allerlei andere dingen van parfum. Namelijk dit hier wat tussen mijn ogen zit. Zo, dat is parfum. En ik hou wel van parfum. Bijvoorbeeld deze van Victoria's Secret. Dit is de mango. Vind ik echt heerlijk voor in de zomer. Dus die hou ik. Ik heb hier nog een van Victoria's Secret Endless Love. Deze vind ik ook wel heel lekker fris. Gewoon als je gaat sporten is dit de perfecte body splash. Dus die hou ik ook. Ja, weet je, parfum is gewoon altijd goed. Deze heb ik van mijn vriendin gekregen. Die is ook mega lekker. Oh my god, dus deze hou ik. En deze ruikt eigenlijk bijna hetzelfde naar. Dus die hou ik ook. Ja, eigenlijk heeft verder alles wel een symbolische waarde. Deze heb ik bijvoorbeeld van papa gekregen uit Italië. Ik vind hem echt niet lekker ruiken, maar omdat ik hem van hem heb gekregen, vind ik dat gewoon zonder weg te doen. Dus eigenlijk hou ik dit soort dingen wel. Ik ga het zo even kijken hoe het op die plank staat. En als het te vol is, moet ik van mezelf kiezen. Het enige wat ik nu weg doe is de Dove Deo, de babyolie en de massageolie. Oké, dan heb ik nog deze doosjes, parfumdoosjes over. En ik hou van parfumdoosjes, maar ik moet daar echt een keer afstand van doen. Nu ga ik alles weer even terugleggen. Ik zie wel waar ik alles neerzet. Dit kan ook gewoon bijna niet netjes. Maar goed, dat betekent dat ik te veel heb. Maar oké. Oké, zo heb ik het gedaan. Hier heb ik mijn parfum. Hier heb ik mijn deo's. Daarnaast heb ik een heel klein hoekje. Dit, letterlijk alleen dit, is body butter en body lotion. Even kijken, dit is mijn shower gel. En dit is verder alleen mijn haardingen. Zo heb ik het nu gedaan. Ik vind het nog best wel mooi eruit zien. Goed, wat ik over heb, dat ga ik nu in die lettenbak doen. En ik denk dat het een beetje eruit komt te zien hoe het was, maar dan iets opgaan. Oké. Ja, of ik pak deze minis er ook nog bij, maar dit is shower gel, weet je wel. Dus dan, ja, of ik doe wel hier gewoon de minis, weet je wel. Als ik dan op reis ga, kan ik het hier pakken. Dat ga ik doen. Zo. Oké, hier heb ik gewoon de minis, dus als ik op reis ga, kan ik hier gewoon wat dingen uittrekken. Hier heb ik, wil ik eigenlijk de body butter show. Hier heb ik gewoon de kleine meeneemdingen voor rij, zeg maar. Deze rij, dus het is wel echt geordend. En hier alles van Rituals, die minis, is dit. En ik ben er heel erg blij mee. Laten we verder gaan naar het volgende, de lippenstift. Laten we beginnen met de lippenstift. En mijn lippenstift heb ik in deze bakjes van de Action, volgens mij. Ja, laten we beginnen met dit, want ik weet vrijwel zeker dat ik bijna hier alles van ga houden. Ik heb hier namelijk mijn Primark lipstiftjes of lipglossjes. Deze zijn mat. Deze hou ik sowieso. Dat zijn mijn favorieten. Dan heb ik hier die van Kylie Jenner. Wow. Maar deze is fake. Fake it till you make it. Ja, ik gebruik hem eigenlijk niet echt meer. Deze leg ik bij twijfel. Hetzelfde geldt ook voor deze van NYX. Deze gebruik ik eigenlijk ook niet, want kijk, hij is heel erg roze. En ik hou van nude en rood, maar niet van roze. Dus deze heb ik ook bij twijfel. Dan deze van Essence hou ik. Deze van Sleek, rood hou ik. En deze van Essence hou ik ook. Nou, dan is deze alweer leeg. Ik schuif het even hierheen, buiten beeld. Dan gaan we verder met deze grote bak. Ik heb hier een lippenstift. Niet mijn kleur, deze gaat sowieso weg. Kijk, dit is echt, dit is pas roze. Nee, deze gaat weg. Dan heb ik hier een lippenstift van de Action. Maar deze was best wel mooi, dus deze hou ik wel gewoon. Dan nog een van Essence. Deze is ook heel erg roze. Deze ga ik ook weg doen. Hij lijkt nu wel erg op die van, hoe heet dat? De
Action, maar deze is gewoon echt mega roze. Maar één ding, hè, deze is zo goed. Pigment is echt perfect. Maar deze heb ik vroeger heel veel gedragen, maar nee, ik hou niet van roze, dus deze gaat weg. Dan heb ik er nog één van Essencer. En deze kleur heb ik eigenlijk nog nooit gedragen. Ik vind hem wel vet. Deze hou ik. Dan heb ik een kleur van de Ethos. En deze heet Watermelon. Volgens mij, deze vind ik wel heel mooi. Dus deze hou ik ook. En ik vind het vooral mooi als je hem afmat. Of afpoedert. Dan heb ik een uit Frankrijk. En dit is een hele mooie rode kleur. Zie, deze hou ik ook. En dan heb ik heel random drie parfummetjes hier liggen. Dat het er perfect in past, maar dat hoort hier niet. Dus deze ga ergens anders heen, maar ik hou ze wel. Dan heb ik dit ding alweer leeg. En hier zit nog mijn pincet in, die hou ik ook. Maar dit gaat natuurlijk niet bij de lippenstift, dus die doe ik even in mijn make-up bak. En dan is deze leeg. En die heb ik sowieso altijd hierin. Omdat het gewoon perfect past en heb je meer opbergruimte. Dan hou ik dit hier sowieso, want dit past perfect. Dit zijn allemaal spoelies voor je wenkbrauwen. Dus dit hou ik hier wel in. Dan heb ik hier nog een wimperserum. Een random lipstift. En voor je oorgaatjes. Ja, waar moet je dat houden, hè? Deze leg ik ook even ergens anders. En dan ga ik hier even van die oorstaafjes in doen. Of hoe noem je dat? Voor je make-up, om dat weg te halen. Ik haal die even gauw op. Sorry trouwens als je knallen hoort, maar ze zijn bezig met vuurwerk buiten, volgens mij. Dus dan weet je dat. Oké, ik heb hier een paar van die staafjes. Oh, dat vind ik wel leuk. Want dan heb je hier dit en hiernaast dat. Deze ga ik wegdoen, want dit is echt een verrotte lipgloss. Die is volgens mij ooit van mijn moeder geweest. Dus die geef ik maar even weer terug. Oké, en dan komen we aan bij deze kant. En sowieso haal ik al mijn MAC lipstift. Faux, Velvet Teddy en meer. Ja. Dus deze hou ik. Dan heb ik een hele mooie sleek rode matte kleur. Deze hou ik sowieso, want als ik een rode kleur op doe, is het deze wel. Nou, deze van de Ethos hou ik ook. Deze gouden is niet helemaal mijn ding. Maar ja, eigenlijk moet ik hem dan ook niet houden, hè. Maar ik heb hem net, dus ik hou deze nog wel even. En deze is mega mooi. Die heb ik ook in mijn kerstmake-up look opgehad. Deze zijn van vorig jaar van de kerstcollectie. Deze hou ik allebei, want ik vind ze ook allebei mega mooi. Metallic bruinige kleur vind ik wel grappig. Deze twee van Essence hou ik ook. Dit waren echt mijn fave vroeger. En dan last but not least. Oh, deze heb ik net nieuw. Hier kreeg ik mega veel vragen naar mijn weekvlog. Welke lipstick draag je? Dat is Catrice Matte 090. Echt de beste ever. Hij is echt zo mooi. Echt niet normaal. Dus deze hou ik of course. Dit is mijn favoriet. En deze vind ik ook heel erg mooi. Deze is van Essence. De 04. Ik moet zeggen dat die van Catrice perfect mat is. En echt mega goed blijft zitten. Dit zou echt een matte lipstift kunnen zijn. Geen grap. Die is echt heel fijn. En dan komen we hier aan bij de laatste dingen. En dat zijn vooral de lip liners. Ik zal het hiervoor even neerleggen. Oké, ik begin al met deze mini. Dit is een rode van Action. Maar ik hou hem wel, want het is mijn enige rood. En als je een rode lipstift op doet, is dit echt nodig. Dan een hele kleine van de Essence. Maar dit is echt zo'n perfect nude lip pencil. Dus deze hou ik ook. Hetzelfde geldt voor deze van de Essence. Deze gaat weg. Oh my god, kijk dan. Dit is echt, dit was echt van vroeger van Barbie of zo. Deze gaat weg. Dan heb ik hier nog eentje van Miss Helene. Geen idee. Nou, deze gaat ook weg. Komt niet zo af. Deze ga ik wegdoen, want ik heb een nieuwe. Namelijk deze van de Essence. En die heb ik net ook, of die heb ik nu ook op. Onder of boven een lipstift. Dit is echt mega fijn. Die heb ik gisteren gekocht en hij bevalt me echt goed. Dus deze ga ik wegdoen. En deze van Essence hou ik. En last but not least heb ik hier nog een van Miss Helene. En dat is een andere kleur. Deze hou ik wel. Ik vind die wel heel erg mooi. Goed, dit zet ik terug. En dan gaan we het opvullen. Laat ik in dit pakje mijn favoriet in. Want dit is verder weg. Ja, hier ga ik mijn favoriet in. Perfect. Zo. Dan. Dit is hem. Ik zal jullie even vertellen hoe het nou in elkaar zit. Hier heb
heb ik mijn favoriete lipstiften. MAC Ethos. Deze twee van de Ethos. Deze van de Essence en deze van de Catrice. En dan kom ik hier met wat random lipstiftjes. Hier is Poolies. Hier mijn lipgloss. Dit is de rode lippenstiften in deze rij. En hier de primer lip dingetjes. Dan was dit alweer de lippenstash. En dit doe ik weg. Nog best wel veel. Zo, met wegdoen bedoel ik dat mijn zus eruit mag zoeken. Of mijn moeder, of mijn vriendinnen. Ja, top! Blij mee! Oké, en dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste gedeelte, namelijk mijn spiegel. En je ziet nu heel leuk mijn camera. En in die spiegel heb ik mijn sieraden. Deze spiegel komt trouwens van de Ethos. En dit gaan we vandaag opruimen. Ik ga dit versneld opruimen. En dan komen jullie binnenkort mijn sieradenstash te zien, waar alles ook vandaan komt. Dan ga ik gewoon een tour doen, een sieradenstash tour. Dus ben jij benieuwd waar ik dit allemaal vandaan heb? Kijk dan vooral de volgende video van mij, want daar ga ik dat allemaal vertellen. Hier ook nog sieraden en dit zijn mijn favoriete sieraden, maar zoals je ziet is er heel veel opgegooid, wat er niet hoort. Want dit hoort mijn alledaagse sieradenbakje te zijn, maar dat is het niet. Want wie draagt er nou elke dag twee horloges? Niemand. Dit gaan we ook even opruimen. Ik ga allemaal niet vertellen waar het van is. Daar komt dus nog een aparte video van. Goed, ik ga beginnen met de ringen en de oorbellen. En dat ga ik even een beetje sorteren. Deze bijvoorbeeld. Deze doe ik weg. Deze is helemaal verkleurd en vet groot voor je oor. Kijk maar. Hetzelfde geldt voor dit. Dit is eigenlijk dezelfde paar. Iets kleiner, maar helemaal verkleurd. Nou, ik heb er van deze maar één. En dit is een gouden, hele grote gouden ronde. Deze heb ik ook weg. Ik ga jullie even het systeem uitleggen. Hier heb ik alle ringen. Hier heb ik gewoon oorbellen wat in je eerste gaatje. Twee rijen. En hieronder heb ik alle kleintjes die in je tweede gaatje kan. Of in je derde gaatje. En dit zijn... Oké, dit kan weg. Ik weet eigenlijk niet eens wat dit is. We gaan verder naar het daaronder. Hier ben ik op zich snel wel mee klaar. Want dit gebruik ik bijna elke dag. Ik heb hier een kapotte ketting. Die gaat weg van deze coin. Hetzelfde gaat voor deze. Deze diamantenknoop. Goud. Ik draag dat niet. Die gaat weg. Ik heb hier mijn oorbellen. Gewoon van die hangertjes. Hier zijn mijn kettingen. Hier heb ik ook weer oorbelletjes. Hetzelfde geldt als dit. En hier mijn grote hangers. En hiernaast mijn armbandjes. En eigenlijk kan ik hier heel snel doorheen. Want dit zijn gewoon lege bakjes. En dat hou ik altijd wel. Gewoon dat is handig. Ik heb mijn goede ring van Laurens weer gevonden. Dus deze twee ringen die kunnen hier liggen. Dit zat in mijn ringen. Dash. Dus hier zet ik mijn ringen. En hier ga ik gewoon even heel erg snel doorheen. Om het puur even op te ruimen. Oké, dit is before. After. Het is echt zo goed als leeg. En dit is verder allemaal nog wel opgeruimd. Dus dit vind ik helemaal goed zo. En hier heb ik nog allemaal dingen wat ik wegdoe. Ik heb echt oude kettingen tot aan verkleurde oorbellen en kapotte sieraden en gouden dingen. Ik draag nooit goud. Oh, dat is goed gelukt. Ik ben echt mega, mega, mega blij mee. Want ik hou er echt van om dingen weer schoon te hebben, opgeruimd te hebben. Heel erg bedankt voor het kijken. Dit was de video. Ben jij nou benieuwd naar mijn sieradenstash? Wacht dan zeker even de volgende video af, want die komt er nog aan. En ja, ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!